En Douwe gaat sprinten tegen Matthijs. Kijk! We mogen de beste winnen. Ja, we mogen de beste winnen. Tegen elkaar sprinten. Het gaat eigenlijk om de maximale aanzet. En we hebben de jongens aan elkaar gekoppeld die hetzelfde niveau hebben. Dus daarom hebben we ook Douwe tegen Matthijs Bugli gedaan. Het is alsof ik stilsta, joh. Het is bizar. Ik heb ook wel mijn best gedaan, want er was een camera bij. Ja. Kijk nou wel mooi uitzicht met koken. Dit is toch sick. De stad, de avond begint in een prachtige Girona. Ik doe wat ik het allerleukste vind om te doen, koken. Dat is echt een van mijn grote passies. Maar wat, en wat eten we vandaag? We eten. We eten vandaag pasta. Ik ben een wielrenner, dus je eet pasta. Met chorizo en groenten. Voor jou, Thijs. Toen ik ergens vorig jaar werd gevraagd om prof te worden voor Team Last Dance, ben ik gaan zitten met mijn coach Michel Kreder en heb ik hem de vraag gesteld wat realistisch is. Kan ik wel serieus dit avontuur aangaan als prof, terwijl ik ook nog dit werk heb als YouTuber en een normale vader wil zijn? Zijn antwoord daarop was: we kunnen het altijd gaan proberen. Daarom zit ik nu hier in Spanje, voor een 10-daags trainingskamp als voorbereiding op het gravelseizoen. Dit is de grote Traca-verkenning en dan regent het. Nou, ik ga dus vandaag de Traca verkennen. Tegen de tijd dat we de Traca rijden, dan kom ik vers uit het vliegtuig en heb ik niet de kans om het parcours te verkennen. Dus dat doen we nu met een hele grote groep, met alle gravelprofs. Dus dat wordt gezellig. Ik mag lekker mee. Maar Tijn, volgens mij breekt het wel open hoor hierachter. Wat ben ik nou precies anders gaan doen? Eigenlijk is het heel simpel. Ik ben gewoon meer gaan fietsen. Van zo'n 9 uur per week naar een stuk meer. Minder excuses gaan verzinnen om een dag over te slaan en vooral ben ik consistenter gaan trainen. En dit helpt. Kijk de vorige afleveringen maar. Die dedicated trainingsvideo moet ik echt nog eens maken. Maar hoe train je als tijd geen limiterende factor is? Als je naast je prof zijn niet dat YouTube kanaal hebt. Nou, dit trainingskamp heb ik de unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van het eerste team van Beat Cycling Club. De grootste fietsclub en een van de grootste continentale ploegen van Nederland. Goedemorgen, Douwe. Goedemorgen. Nou, goedemorgen inderdaad. Half hersteld van Santaval, 2 dagen na de koers. Ja, we zijn op trainingskamp. Dus we gaan een dagje echt trainen met een profploeg. En niet zomaar een profploeg. Met Beat Cycling. Yay. Ja, de jongens die vroegen of ik een dagje mee wilde fietsen. Omdat ze ook in de buurt waren. En het leek me wel heel leuk om even een kijkje in de keuken te nemen. Van een van de grootste Nederlandse ploegen op bijna het hoogste niveau. Ja, wel leuk eigenlijk dat je gewoon zo ben je in het buitenland, maar dan zijn er altijd nog wel weer mensen, Hollanders in de buurt, hè? Die Hollanders die vind je overal. Eigenlijk weet ik helemaal niet zo goed hoe dit nou is. Trainen op trainingskamp met de profs. Ik weet dat we wat sprints gaan doen en een paar goede uren op de fiets zitten, maar wat daar nou de gedachte achter is, daar hoop ik achter te komen. Bij aankomst word ik in ieder geval direct in de diepe gegooid. Hey, ja toch? Ja. Yes. Jullie doen lead-outs vandaag. Sprints en lead-outs, ja. Lead-outs. Dus helemaal jouw ding. In de bak. Helemaal mijn ding. Bidonnen, ja. Ja. Anders hebben we 2 keer voor je klaargezet nog. Zo, Bram, goedemorgen. Dat is goed. Ja, bij jou? Ja, zeker. Ja. Wat is dit? Ik mocht niet, de fietsschoenen moesten uit. En we gaan direct aan het werk. Goedemorgen. Gaat het? Hey. Ja, goed. Zeker. Ja. Zin in? Jawel. Ja, we hebben rust getraind. Ik heb het gehoord. Ik ben echt direct onderdeel van de groep. En dat betekent ook meedoen aan de warming-up. Elke ochtend starten ze hier de dag zo samen met Visio Hidde. En ik zou eerlijk zijn, dat zou ik ook vaker moeten doen. Zullen we? Ja. Heeft iedereen Douwe al gezien? Ja. Hallo Douwe. Hallo. Kom een beetje jullie op de camera zetten vandaag. Beat heeft het dit jaar over een heel andere boeg gegooid. In plaats van vliegen, wat ik heb gedaan, hebben ze geprobeerd zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. En dat betekent alles met de trein. Van renners tot staf en materiaal.
alles is hier per trein gekomen. En dat is super gaaf, als je het mij vraagt. En over de flexibiliteit? Nou, ik ben nogal wat krakkemikkig. Maar ben in ieder geval wel op tijd. Hey, je mag gaan opdrukken. Hoi! Zo, naar beneden ook. Een heerlijk activerend, regenererend, een mindful momentje zo voor de training aan. En dan gaan we die diepe squat maken, holle rug. Ja, komt ie. Ik kon alleen maar denken, jongens, wat zijn we lekker weg, hè? Nou, hup, fietsen moeten we. Ploegleider Jeff Vermeulen, ook niet geheel onverdienstelijk wielrenner, legt ons uit wat de bedoeling is vandaag. We gaan vandaag sprints doen en lead-outs. Sprints gaan we veelal in duo's en er zal ook nog een trio sprinten. En Douwe gaat sprinten tegen Matthijs. Kijk! Ik doe het allemaal een beetje hetzelfde. Genieten. Dan gaan we uitrijden en gaan we naar de volgende locatie. Daar gaan we de lead-outs doen. In deze training gaan we bepalen wat dadelijk de volgorde gaat zijn in de ster. Tot zover lekker meebollen. Als iedereen klaar is, dan gaan we vertrekken. Maar moet ik even een doekje geven aan Douwe, want hij heeft ketting smeren aan zijn been. Echt niet! Gaan ze tegen elkaar sprinten. Een sprint van tussen de 10 en de 15 seconden. En het gaat eigenlijk om de maximale aanzet. En we hebben de jongens aan elkaar gekoppeld die hetzelfde niveau hebben. Dus daarom hebben we ook Douwe tegen Matthijs Bugli gedaan. We dachten, nou ja, Douwe natuurlijk bezig met zichzelf beter maken. Nou, hoe kan je beter worden dan tegen de Olympisch kampioen te sprinten? Dus ja, we gaan even zien hoe hij het gaat doen. Ik wil het juist ervaren. Zo van, wat is de sterkste benen die hier zijn? Wat zijn jouw sprintwaardes een beetje? Wat hadden we toen in die test vorig jaar? 1300 watt? Okay, ja, voor 1 seconde? Zet je maar 1000 onder Matthijs. Nou, nu ga ik jouw wereld mogen meemaken. De beste winnen. Ja, mogen de beste winnen, hè? Dat ik dit nog mag meemaken. Ik denk niet dat je een groter contrast kan neerzetten. Hoe erg verschillen mijn benen, die van een klimmer slash tijdrijder, van die van Olympisch kampioen Matthijs Bugli? Context te geven. Ja. Bijna een fotofinish. Ruim 1100 watt. Maar deze jongen die rijdt gewoon. Het is alsof ik stilsta, joh. Het is bizar. Ik heb ook wel mijn best gedaan, want er was een camera bij. Ja. Normaal doen we er 5 met 6 minuten rust. Dan doe ik ja, een beetje oppassen. Dat is echt vet, man. Wel mooi om te zien. Ik ga de volgende doen. Ja. Wat zo. Ik doe het wel nog even in interval af. Dat vind ik toch wel interessant. Ja, ik kan wel een beetje achteraan. Ja. Dit is echt insane. Dat scheelt niet veel. Nee. Jammer dat Tijmen net in beeld reed. Oké, deze keer deed ik echt mijn best, hè? Dat zag je toch? Ja. Ik een stuk dichterbij, denk ik. Ja. Zeker. Ik trap serieus, ik trap bijna gewoon 1000 watt gemiddeld voor die hele sprint. Ja. Dat is 12 seconden. En daar gaat hun trappen. Dat is bizar, ja. Dat is echt. Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. Dat je er echt zo erg wordt afgereden. Nou, probeer het even. Dus ik vind het echt humbling. Ik vind het echt gaaf. Ik vind het mooi. Ja. Mooi insight. Stond hier op deze keer? Nee. Het is achter ons natuurlijk. Een aparte foto. Niemand op de foto, maar dat was wel de tweede. Ja, 1000 watt gemiddeld. Gewoon, je begint op 1000 watt, maar je eindigt ook op 1000 watt. Ja. Dat is precies wat sprinters niet doen. Nee, tijdrijder in hart en nieren.
Terwijl je kan hem best wel goed juist nog doorversnellen. Ja. Sprint op de baan is natuurlijk ook echt vanaf 60, 70 per uur pas een beetje. Sprintwedstrijd is 750 meter. Ja, zo'n keirin bijvoorbeeld. Ja, dat is ook 750. Ja. Maar eigenlijk niet volle bak. Dan, je doet meestal zo 13 seconden per rondje. Ja. Dus 26 seconden over 500 meter ongeveer. Ja. Oh my god. Zo'n keirin duurt dan wel 40 seconden, maar volle bak is dan meestal twee rondes. Daarvoor een beetje positioneren. Ja. Wat een geweld, joh. Als je duidelijk is een sprinter, wat is dan de conclusie? Dat we een sprinter erbij hadden kunnen hebben. We hadden meer er vast moeten leggen, dan hadden we een goede sprinter erbij gehad. Ah, super man. Ja, ik heb een ploegje, sorry, ik ben al gepakt. Je ziet dan toch wel dat zo'n Olympisch kampioen kan sprinten, hè? Ja, het is bizar. Ik vind het echt... Het is onwijs. Ja. Het is bizar hoeveel kracht die in zijn poot heeft. Maar ook gewoon, het is nog niet eens 3-4 meter, hè. Het is gewoon 25 meter. En ik ga ik doe echt mijn best, hè. Nou, ben ik hier even goed op mijn plek gezet? Fiets ik mijn beste waardes ooit, word ik nog steeds op 6 fietslengtes gereden. Echt wel heavy. Nu ben ik natuurlijk geen sprinter, maar dit laat wel zien dat de heren van Beat niet stil hebben gezeten en er echt mee bezig zijn. En dat mag ook wel. Het seizoen is om de hoek met de ster van Zwolle over 2 weken, op het moment van de opnames. En hier in Spanje worden de puntjes op de i gezet van de sprinttrein. Want dat is wat ze hier willen doen. Sprinten in de grootste koersen van de Benelux. Daar mag ik zo een heel klein onderdeel van uitmaken. Een hele eer. Ik mag namelijk onderdeel zijn van de lead-out voor de sprint in deze training. Dat is gaaf, man. Ja? Ik word gewoon in de sprintrij geduwd. In de voorbereiding. Maar zit je een beetje daarachter? Nou, kijk, je hebt hier een... Nee, ik doe gewoon mee. Je hebt hierachter heb je een hopje. En dan word ik een beetje ingezet om dat hopje te doen. Maar het is best wel lezen hoor. Het is best moeilijk, want je moet niet te hard. En het voelt echt alsof je te hard moet. Want het is een lead-out, zo hard mogelijk. Maar juist niet. Je moet er juist voor zorgen dat de sprinter zo rustig mogelijk bij de streep komt. Dus je moet juist inhouden, maar dat voelt super moeilijk, want je komt eraan met 50 en dan wil je eigenlijk die 50 door blijven duwen. Dan trap je op een gegeven moment 600 watt en dat is dus juist niet. Je moet juist rustig. Dat is super, dat is heel gaaf om dat een keer zo op dit niveau een keer mee te doen. Ik heb het natuurlijk wel in de elite, heb ik dit vroeger wel een paar keer gedaan, maar niet zo uitgedokterd of zo. Nee, niet met zoveel coaches en alles. Nee, met iemand die eigenlijk het eerste deel van de sprinttrein dirigeert. En iemand die het tweede gedeelte van de sprinttrein dirigeert. Ja, heel gaaf. Het zit erop. Nou, nu nog rustig naar huis. 30 kilometer. Dit blijft echt een van de leukste dingen die je kan doen in training hoor. Zoveel goed met elkaar communiceren. Echt heel direct van elkaar leren. Dat is gewoon super vet. Is iedereen het daarmee eens dat dit de leukste dingen zijn te doen in training? Geen idee, denk ik niet. Maar kijk, voor mij hangt er niks vanaf, hè. Kijk, ik rijd de Ster van Zwolle niet. Ik kom gewoon even een dagje meedoen. Maar als dit de voorbereiding is voor je hoofddoel van het jaar, dan snap ik wel dat er druk op staat. En dat je ook echt... Wij hebben nu ook gewoon, die laatste keer was echt perfect. Dus dat ging echt geweldig. Dat ik ook, ja, lekker top. Ja. Deze manier de kilometers te binnenkrijgen. Leuk wel. Ja, leuk met de hele groep ook. Maar wel kapot. Ja, echt wel ook wat zwaarder dan ik had gedacht. Maar ja, we herstellen zo meteen. En na een ritje wat van 4 uur met wat sprintjes naar 5 uur met een hele bak intensiteit ging, de zwaarste training van het kamp, keren we moe maar voldaan terug naar de basis van Beat.
Mooi ritje van 4 uur. 4 uur met wat sprintjes. Zo, jongen. Lekker. 150 kilometer. Niet gek, lekker gewerkt. Ja, van de klote joh, niet normaal. Leef je nog? Jawel, ja. Ga je dat terugfietsen? Nee. No way, Jose. Alles is ook voor jou, dames en zo. Als je een stijldrankje wil. Ik heb wat al begonnen. Van de groep binnen. Lekker getraind. Maar zie jij, dankjewel. Ja, jullie allemaal lekker getraind. Ha, jongen. Nou, zo is het dus. Zo voelt het dus om op profielrenners te zijn. Op trainingskamp. Eén dag. Kan er wel aan Willem. Ik heb echt genoten van de lead-outs. Maar ja, dat was minder aantrekkelijk om te filmen. Toen lag ik er al af. Dat was wel leuk. Maar het was wel leuk. Hoe vinden jullie dat Douwe gedaan heeft? Goed. Ja. Ook met de lead-outs. Liep bij op een gegeven moment tegen hem, rustig. Ja. Want Willem echt zo'n mooie opbouw dat je op topsnelheid komt. Ja. Ik had het even een paar keer nodig om het door te hebben. Ja, precies. Die laatste keer was perfect. Alleen, ja, wie schoot er uit zijn pedaal? Jeroen! Oh, en nu gaat, ja, ik ga het nooit meer doen. Ik raffel het weer iedereen voor zich, hè. Een prachtige dag met Beat. Wat een toffe blik in hoe deze ploeg zich voorbereidt op het seizoen en welke kleurrijke persoonlijkheden zich inzetten om iedereen hier zo goed mogelijk te laten presteren. Wie weet zit er ooit nog een wegcarrière voor mij in? Ik heb in ieder geval enorm genoten. Zo genoten zelfs dat ik mij direct heb aangemeld bij de club. Nee, niet het team, de club. En dat kan jij ook, voor 60 piek per jaar. Met 3000 wonderbenen het seizoen in. Ik ga door naar mijn volgende afspraak in het seizoen. Na een prachtig trainingskamp hier in Spanje en een maand lang trainen in de regen in Nederland... Zijwaarts de hagel! ...is het tijd voor de eerste grote afspraak. De eerste wereldbeker gravel, UCI Wörthersee. Vind je mijn content leuk? Abonneer je dan alsjeblieft op het kanaal en laat een duimpje achter. En ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Dat, hoe heet het, was vroeger dat white dress, gold dress, dat... Wauw, maar als je daar kijkt is het groen. Groen, ja, groen dus. Ja. Maar bij jou is het blauw. Nee, het is sowieso groen. Ik ben nooit goed in kleuren, daarom zuig ik ook een color grading. Ja, 100% blauw. Jij zegt blauw? Turquoise. Ja, maar wat is turquoise? Is dat groen of is dat blauw? Waarom sta ik in de schaduw trouwens?